ben dus nu op een punt uitgekomen dat er uiteindelijk een boek van gemaakt moet worden. En dat is op dit moment nog een klein beetje een probleem. Een boek zoals het in mijn planning ligt, dan komt daar ongeveer een 145 mooie graven in Nederland in de zonde. Ongetwijfeld zonder meer zijn. Maar wat ik dus zo snel heb kunnen vinden, dan wordt het denk ik een boek waar dus een leuke inkijk geeft in wat er in Nederland aan graven zijn. Ja, hoe ontstaat zoiets? Dat is een bepaalde gekte van mezelf misschien. Ik kan hele mooie graven, die kan ik echt heel mooi vinden. Hoe als een graf gemaakt is, van welk materiaal had die gemaakt is, welke aanduidingen staan erop, welke funerele kenmerken zitten erop. En ja, hoe groot of hoe klein en natuurlijk ook van wie ligt erin. Die selectie die heb ik dus eigenlijk met het zoeken op internet komen die wel boom water drijven. Een jaar of vijf ben ik er nu mee bezig, heb ik allemaal foto's gemaakt en van ieder object heb ik een beschrijving gemaakt, een bouwkundige beschrijving van hoe als je het boek bij wijze van spreken alleen maar in de hand de beschrijving hebt, dat je een voorstelling kunt maken van hoe het gebouw eruit ziet. Ik zeg wel eens vaker, je kunt aan een begraafplaats van een plaats of stad kun je zien de historie van een stad. Daar kun je aan zien. Als je soms hele grote steden hebt met hele grote begraafplaatsen, dan kun je dan zien dat dat vroeger rijke steden geweest zijn. Rijke hanzesteden vaak. En die hebben ook vaak hele mooie monumenten op begraafplaatsen staan. Almelo is een fantastisch monument. Die staat er niet op de begraafplaats, maar staat op eigen grond. Die is van de graaf. Ja, ik vind dit een heel bijzonder mausoleum. In de eerste plaats omdat het in dezelfde plaats is waar ik zelf woon. Maar ook als je kijkt naar het materiaal wat gemaakt is, de staat wat gemaakt is, hoe alles eruit ziet. Het lijkt net op een oude Griekse tempel, die stijl helemaal. Met mooie materialen er allemaal in, mooie natuurmaterialen. Ja, dat vind ik nou echt mooi. En hoe de staat van het gebouw is, want je ziet het wel soms anders. Als het boek komt, dan komt die op de voorpagina te staan op de opslag. Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja, ik wil de graaf vragen of ik ze mee mag. Maar dat vindt hij vast niet goed. Nee, dit is natuurlijk wel helemaal uitzonderlijk als je zo begraven kunt worden. Alle aandacht gaat wel eventjes naar dit toe. En het uitgeven zoeken, dat heeft momenteel de hoogste prioriteit.